Als je tijdens een filmshoot langzaam producten in beeld wil laten komen of in beeld wil laten vallen, kan je dat doen met een mini transportband. En die gaan we vandaag maken. Ik wil dit hele project hier in mijn werkplaats zelf kunnen maken. Dus om dit project te kunnen doen, heb ik met het ontwerp al rekening gehouden dat ik alleen technieken gebruik die ik hier zelf kan. Dat is inmiddels best wel veel. Dus wat gaan we doen? We gaan een beetje draaien, we gaan frezen op de CNC-frees, 3D printen en nog wat andere dingetjes. Laten we naar View. Dit is wat het ontwerp geworden is. Dus je ziet twee zijkanten. Met daarin tussenin de rollen. Hier zit het bandje erop. Die ga ik even weghalen. En dan heb je hier nog een paar glijstrips waar het bandje overheen gaat. En hier de blokjes die de zijkanten tegenaan. Dit zou precies goed moeten gaan. Ik heb in ieder geval niet te veel restmateriaal. Maar het scheelt niet zo heel veel. Dus ik ga het erop leggen. En dan ga ik nog even het hele programma kijken of het echt gaat lukken. Het zou zonde zijn als het hem net niet is. Dus, deze knop de frees. Zijn ze dan. Nou moet ik hiervoor moet schroefdraad in en daar moet schroefdraad in. En daarna moet ik alle randjes nog even afwerken en ga ik hem ook helemaal schuren, zodat hij een mooie matte afwerking krijgt. Dus, naar de boor! Kijk eens, dat begint toch al wel op een transportband te lijken. Hier komen nog twee strips in, waar de band netjes overheen kan glijden. Zo zou het ook wel werken, maar ik ben bang dat hij dan in het midden een beetje zo gaat hangen. Wil je niet, ziet er niet uit. Dus daar komen twee strips in. Nou, hier natuurlijk de voorste rol, de achterste rol, waar die ook wordt aangedreven. Motortje komt hier. En dan komt hier nog een bevestigingspunt. Geinig toch? De strips zijn af en die kunnen er nu dus in. En dan, als het goed is, ik wilde die eerst gaan schroeven, maar ze klemmen er eigenlijk al best wel mooi in. En ja, dus het is helemaal niet nodig. En er zit altijd die band overheen, dus waarom zou ik ze schroeven? Dus die en die en die. Zo, kijk. Hoppa. De glijstrips voor de band en machine. Gaan helemaal nergens heen. Dus dat is goed. En dan is de volgende stap om de rollen erin te gaan plaatsen. En dat is best wel leuk, want kijk, deze rollen hebben een beetje een bol profiel zo. Zie je dat? En dat heeft deze ook. En dat is eigenlijk niet wat je zou verwachten bij een transportband, toch? Tenminste, ik zou het logisch vinden als ze juist hol zou zijn. Dan blijft die band mooi in het midden lopen. Dat is niet hoe het werkt. Twee bolle profielen, dan blijft, als je die goed tegen opzicht van elkaar afstelt, dan wil die band op de bovenkant van de bolling blijven liggen. En daar gaan we gebruik van maken. Deze moet natuurlijk blijven zitten. Hier zit een lager in, dus dat is verder niet zo spannend. En hier dacht ik schroeven in te draaien. Zoals deze. Alleen, hier die passen niet in het lager, dus die ga ik een klein stukje afdraaien.
Dus toch niet helemaal tevreden met hoe die strip zit. Want als je zo kijkt, zitten ze er zo en zo schuin in. En dat wil ik niet. Dus die ga ik vervangen. Tenminste, de strips niet. Ik heb nieuwe blokjes geprint. Daarmee zouden ze beter moeten zitten. Dus, tijd om de blokjes te vervangen. Die glijstrips zitten er nu helemaal mooi netjes rechtop. En de volgende stap is om dan de motor en ook de aandrijfrol te gaan monteren. En voor die aandrijfrol, daar heb ik nog een asje voor nodig. Om daadwerkelijk ook die motor met die rol te kunnen verbinden. En dat ga ik doen met, heel simpel, M8 draadtijd. Ga ik een stukje afdraaien. Hier heb ik een uitsparing voor een moer gehouden. Dus dan kan die zo daarop, kan hier ook nog deze poelie op. En dan kunnen we een makkelijke aandrijven. Dus, hop, naar de draaibank. Aan de ene kant hoeft alleen maar het lager te komen, dus die kunnen we vrij kort houden. En aan de andere kant, daar komt ook die hele aandrijfrol, dus die moet echt wel wat langer. En we beginnen met alleen het lager. Die moet ik van 8 mm met draad naar 5 mm draaien zonder draad. Dus, dit aan. Volgens mij staat deze nog goed. Nee, heel erg niet. Oké. Dit hier is het mechanisme om de band op de twee rollen te stellen. Er zitten twee inbusbouten en als je de bout wat aandraait, trek je hem aan die kant wat strakker en zal de band dus naar de andere kant toe lopen. Op die manier kan je zorgen dat hij mooi in het midden blijft lopen. Dan is de volgende stap om de spigoot te maken. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. In ieder geval de pen die, waar we hem aan vast gaan klemmen. En dat is dezelfde soort klem eigenlijk als heel veel in de filmindustrie gebruikt wordt. Mijn videolampen zitten daarop vast en heel veel accessoires. Dus vandaar dat hij zo'n pen gaat krijgen. Dan kan je hem makkelijk op zo'n C-stand, zo'n C-stand, kan je dat neerzetten. Dus die ga ik draaien en dan daarna dat hapje op de CNC-fräs eruit halen. Dat zou je normaal natuurlijk gewoon op een conventionele fräs doen. Een paar keer zo eroverheen in een vlakje en dan is het gedaan. Die heb ik niet, dus ik ga het op de CNC-fräs doen. Dus even.
Daar is die dan, de mini transportband. Het bandje is gewoon een standaard transportband, een roller en het motortje. En ik heb uiteindelijk toch het motortje geüpgrade en de roller heb ik nog wat moeten aanpassen. De rollen, zoals ik had getekend, waren niet bol genoeg, waardoor die er aan de voorkant een beetje ging zoeken en dan steeds eraf liep. Ik heb de bolling vergroot. Ik eerder ook al zei, het klinkt een beetje gek, maar als je de bolling groter maakt, dan wil die over het strakste punt lopen eigenlijk. Dat is het midden, dus dat is mooi, daarom werkt dat. En ja, dus ik heb dat vergroot. En het motortje wat ik had van AliExpress, dat maakte herrie en het was niet consistent. Het maakte dan weeuw, weeuw, weeuw. En dat deed hij in snelheid ook. Dus het bandje ging zo woep, 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 woep. Dat schoot niet op. Dus nu, van Conrad een motortje gekocht, verder niet gesponsord dit. Die is 17 euro, die van AliExpress was 7. Dus ja, het scheelt wel wat, maar het is nog niet extreem duur. En het voordeel van deze is dat je het gewoon met een paar dagen in huis zit. En dus dat hij het goed doet. Dus, dat heb ik geüpgraded. En ja, nu is die af. Wil jij nou zo'n transportband of een heel ander custom project door mij laten maken? Dat kan, want ik heb een tijdje geleden de Practical Engineer Specials opgericht. Om zo specials te kunnen bouwen voor klanten. Dus heb jij een probleem wat opgelost moet worden in een productieomgeving, in een videoshoot, iets wat je wil automatiseren, mechanisch, laat het maar weten. Dan ga ik het voor je bouwen.